Daar zou die liggen. Boot nummer 8 van zorginstelling Kordaan. Het idee was dat ik daar nou, twee à drie uur moest gaan zingen. En er zou een clip voor mij gemaakt worden. Stefan van Loon is zanger. En figureert in tv en film. Zaterdag kon hij die twee dingen mooi combineren. Met enkele tientallen vrienden en kennissen uit de figurantenwereld zou hij meevaren met de Kordaanboot in de Kanaalparade. Richard, daar komen ze voorbij. De boot van Kordaan. 'S Ochtends moesten ze zich melden op de Kloveniersburgwal, zei althans organisator Robert van B. Daar stond een clubje van 5, dat werd 10, dat werd 15. Uiteindelijk werd dat tussen de 30 en de 40 man. Maar daar was ze niet, de boot was ze niet. Contact. Voicemail gelijk en Robert's Facebookpagina was opeens verdwenen. De Kordaanboot voer wel degelijk mee. Van B had de groep ervan overtuigd dat hij voor 30 euro per persoon een plekje aan boord kon regelen met overtuigende e-mails en deze, naar later bleek, oude foto. Stefan en zijn vriendin raakten zelfs bevriend met Van B. En iedere dag kwam er wel weer een stukje in voor dat er 5 mensen hadden afgezegd. En dan gingen wij weer op Facebook mensen ronselen natuurlijk, hè, in de figurantenwereld. Maar als de gedupeerden zaterdag gaan googlen, komt de aap uit de mouw. Meneer is meesteroplichter. John van de Heuvel is er al achteraan geweest. Hij is in Tros opgelicht geweest. We zijn er heel goed ingestonden. Ik kom er even goed wel. Maar voor die gedupeerden die gewoon een hele leuke dag gewend zouden hebben, het is gewoon een deceptie geworden. Joh. Het is één groot drama.